In BV Brabant hebben we een interview gehad met Mirjam Dragsta van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij over het innovatiefonds dat maar liefst 125 miljoen ter beschikking stelt voor innovatieve MKB-bedrijven. Het eerste bedrijf dat hier een beroep op heeft gedaan is Synafix. En dit bedrijf ontwikkelt ADC's voor de behandeling van kanker en andere ziektes. Aan tafel Peter van der Sande. Welkom. Ja, meteen de hamvraag. ADC's, wat zijn dat? ADC staat eigenlijk voor een Engelse term, antibody drug conjugates, maar in het Nederlands houdt dat in nieuwe therapieën die meer effectief kanker kunnen genezen. Doelgerichte kankertherapieën die zich onderscheid maken tussen gezonde kankercellen en de tumorcellen. Ja, en hoe werkt dat dan? Een mooie analogie is vaak het paard van Troje. Ja? Deze medicijnen zijn opgebouwd uit een eiwit, een heel specifiek eiwit dat zich bindt aan de tumorcel. Maar de truc is nu dat we ook op dat eiwit een toxische stof die normaal voor een chemokuur gebruikt wordt, die wordt gekoppeld op het eiwit. Dat eiwit zet zich vast op een specifieke herkenningspunt op de tumorcel, wordt naar binnen gehaald, maar de kankercel beseft niet dat daarbij ook zeg maar een toxine naar binnen gehaald wordt. En zoals bij het paard van Troje wordt de kankercel van binnenuit vernietigd. Dus dan is de slagingskans of genezingskans, zeg maar bestrijding van de ziekte, vele malen groter omdat je hem heel specifiek kan richten. Ja, de kankercellen wordt bij traditionele chemotherapie ook wel gedood. Maar als collateral damage, als bijeffect, dan krijg je heel veel doden van gezonde cellen. En dat wordt beperkt met deze nieuwe generatie van doelgerichte kankertherapieën. Niet om flauw te doen, maar we horen vaker hè, dat er weer iets fantastisch is uitgevonden. Maar heel vaak verdwijnt het dan op weer. En hoor je helemaal niet wat nou echt het eindresultaat is. Hoe gaat het bij jullie? Nou, dat klopt. Het is, de nieuwe generatie therapieën hebben zich al bewezen. Recentelijk is in Amerika bijvoorbeeld een van de zulke medicijnen op de markt gekomen voor de therapie van borstkanker. Dat medicijn komt volgende maand ook in Nederland op de markt. En heeft wonderbaarlijke werkingen op mensen die uitbehandeld zijn met de huidige therapieën. In vele gevallen worden die volkomen genezen binnen enkele weken met deze nieuwe therapie. Dat is een hele heftige uitspraak, hè? Volkomen genezen bij kanker. Dat is zeker zo, volkomen genezen. De toekomst moet eruit wijzen als er in de toekomst kanker terugkomt. Maar de tumor is geheel verdwenen. Natuurlijk kan er geen garantie zijn voor de toekomst in dit soort gevallen. En het werkt natuurlijk ook niet bij alle patiënten. Maar het is een zeer aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige therapieën. Even terug naar het geld. Want er zijn natuurlijk criteria voor. Hè, waarom die 125 miljoen die gaat verdeeld worden. Jullie zijn de eerste nu die daarvoor in aanmerking komen. Wat was de doorslaggevende criteria voor de BOM om toch met een risicovol product denk ik aan de gang te gaan? Risicovolle innovatie. Het risico is daar, maar er is ook een zeker al validatie in human van deze categorie van medicijnen. Wij brengen daar nog een extra verbetering aan, zodat wij zorgen dat die toxische stoffen niet te vroeg loslaten voordat ze bij de tumorcel komen. Daar hebben we al een bewijs van geleverd in muizenmodellen. En dat was doorslaggevend? Voor de BOM speelde natuurlijk ook mee dat het een heel relevant maatschappelijk probleem is. Ja. En er speelt ook nog mee dat er naast de BOM ook een aantal andere hele erkende bedrijven mee investeren in investeringsronden. Nu is het revolverend kapitaal. Dat wil zeggen dat het geld terug moet. Het is een investering. Geen lening, geen subsidie. Nou, de toekomst ziet er heel veelbelovend uit. Kijk, Synafix heeft als het ware een klein stukje uit een complexe puzzel van een nieuw medicijn. Ja? Dat complexe stukje van de puzzel is iets wat grote farmaceutische bedrijven graag willen gebruiken. Bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. En daar willen ze graag geld voor betalen. Misschien wel de allermoeilijkste vraag, maar dat is wel de vraag die iedereen dan wil weten. Wanneer denk je dat we er gebruik van kunnen gaan maken? Ja, natuurlijk. Van onze technologie specifiek. We hopen klinische studies te kunnen gaan doen in samenwerking met farmaceutische partners binnen 1 tot 2 jaar. En dan komt het op de markt over? Daarna zal het nog zeker een aantal jaren meer duren voordat het daadwerkelijk op de markt komt. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar het gaat gebeuren. Het gaat zeker gebeuren. Als het in Synafix ligt wel. Absoluut. Mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Natuurlijk. Graag gedaan. Dag.